Hoi allemaal, net terug van de bedrijfsarts. Is dat een bedrijfsarts? Ja, ik weet het eigenlijk niet. De arts van het UWV in ieder geval. Toch wel wat spanning voor dat gesprek. Vet droge arts was dit, echt. Nou ja, prima. Hij had zijn empathisch vermogen niet ingenomen vanmorgen, denk ik. Heel zakelijk. Niet onaardig, maar wel heel zakelijk. Dus hele korte vragen en ik dacht, nou prima, dan kom ik ook minder bij mijn gevoel. Kan zo zijn voordelen hebben, want ik ben nogal een emo-mens, zeg maar. Maar aan de andere kant denk ik, ja, hoe gaat hij in zo'n korte tijd beoordelen of ik in staat ben om te werken of niet? Dus ik vind dat soort dingen altijd wel heel erg spannend. Ik vind het zelf ook heel moeilijk om te bedenken wat wel en niet gaat. Want op de dagen dat het beter gaat, denk ik, joh, ik kom er wel en het gaat wel lukken. En op hele goede dagen rent mijn ADHD'er in mij. Die rent rond en die wordt helemaal happy de peppy van het feit dat alleen al de gedachte van ik kan het allemaal weer. Nou, dan heb ik in mijn hoofd alweer drie bedrijven opgezet en 7 businessplannen geschreven bij wijze van. En op de slechte dagen denk ik alleen maar, hoe ga ik ooit nog werken naast hetgeen wat me nu lukt qua energie? Dus hoe ga ik dat doseren? Nou goed, zo gaat het van links naar rechts. Nogmaals, als ik hem globaal bekijk, dan denk ik, joh, er zit echt wel wat vooruitgang in, maar het zijn muizenstapjes. Ik ga ervan uit dat het sowieso goed komt. De vraag is vooral, nou, hoe en wanneer en hoe ik dat dan weer op ga bouwen, zeg maar. Dus ik word gebeld door de arbeidsdeskundige binnen nu en 2 weken en dan gaan we zien hoe en wat verder. Elke keer als ik een filmpje van mezelf terugzie, denk ik, wat zie je er goed uit, Marlou? Jeetje, wat ben je knap. Maar ik denk serieus dat ik gewoon een filter op deze stand of camera stand heb zitten. Want ik kan je echt vertellen dat het in real life er niet zo uitziet. Ik heb het nooit zo ingesteld. Dus ik moet even gaan zoeken. Dus als jullie halverwege het filmpje ineens denken, er zit iemand anders achter die vlog. Nee, dat ben ik ook nog steeds. Maar dan zonder filter, zeg maar. Dus wordt vervolgd. Nou, ik laat het ook even zien. Dit is hoe ik eruit zie als ik hem gewoon film, zeg maar. Is toch een beetje een verschil. Als ik hem op de selfie-stand zet, dan lijkt ik ineens, nou, mijn huid is helemaal stralend en wauw, fabulous. Maar dat is dus gewoon niet echt. Dus ik ga even kijken of ik dat nog aan kan passen. Voor ieder die zich afvraagt of mijn wenkbrauwen zo gesteld worden, nee, die leiden een eigen leven. En vandaar dat ze ongeveer alle kanten op gaan, behalve de goede. Het maakt niet uit wat ik ermee doe, dus ik word niet wakker en ik stijl ze zo. Nee, dit is gewoon het leven van mijn wenkbrauwen. Zo, net bij de ergotherapeut geweest. Daar ga ik 1 keer in de zoveel weken naartoe om te bespreken hoe het gaat, maar ook hoe het met mijn energie doseren gaat, zeg maar. Dus vandaag ook even weer geëvalueerd hoe het tot nu toe loopt allemaal. En alvast nagedacht over de kerstvakantie. Duurt voor veel mensen nog lang, maar voor je het weet zit je er. En voor mij is het gewoon te pittig om de hele vakantie kinderen om me heen te hebben. Ja, ik weet niet of ik dat uit moet leggen, maar meer omdat ik het gewoon heel lastig vind om energie te doseren. En gewoon te weinig energie heb om daar 14 dagen lang mee om te gaan. Dus ik ga vast beginnen met het plannen van, niet nu direct, ik ga eerst eten en daarna even slapen. Maar ik ga beginnen met plannen van hulp in de vakantie. Dus ik ga vragen of er mensen om me heen zijn, familie die misschien een keer een middagje met de kinderen iets willen doen of waar ze een middagje kunnen spelen, zodat wij dan ook wat oplaadmomentjes hebben, zeg maar. Dus dat maakt het voor mijzelf om die vakantie door te komen wat makkelijker. Dus daar ga ik later mee aan de slag. Zo, lekker in het bos aan het lopen. Ik heb van de week een. Ik had al verteld dat ik een gesprek had gehad bij het UWV. Ik heb daar van de week een brief van gekregen met een verslag van het gesprek. Nou, ik denk dat die arts een verslag gehad heeft met iemand anders. Of een gesprek gehad heeft met iemand anders en het verslag daarvan naar mij heeft gestuurd. Want er staan zoveel dingen in die gewoon niet kloppen. Er staan zelfs dingen in, zoals die met mij besproken zouden zijn, die gewoon niet besproken zijn. Vind ik heel lastig. Dus ik heb gisteren het UWV weer gebeld en aangegeven dat ik verbaasd ben over die brief. Dus ik zou door de arts teruggebeld worden waar ik ook het gesprek mee heb gehad. En die belt vandaag ergens, als het goed is, voor 5 uur. Maar het voelt heel relaxed. Dat je gewoon de hele dag met je telefoon, dat je denkt, oh, ik kan elk moment bellen. En dan moet je ook nog je verhaal alert hebben of paraat. Dus het kost me best een beetje energie. Achteraf in zo'n gesprek denk ik trouwens ook nog altijd, had ik dit en dat maar verteld.
ik merk toch altijd dat ik het heel moeilijk vind in zo'n gesprek. Dat je het vooral moet hebben over de dingen die niet lukken. Want waarin je dus beperkt bent. Terwijl mijn hoofd geneigd is om te kijken naar hetgeen wat wel lukt. Dus als ik een half jaar terug een kwartier kon lopen zonder klachten. En ik kan nu 3 kwartier lopen zonder klachten. Ja, dan ben ik daar heel blij mee. Maar thuis realiseer ik me pas dat ik denk, oh ja, weet je wel, maar dat lukt niet. En nou, mijn hoofd maakt genoeg overuren. Ik ben er veel mee bezig in ieder geval. Dus ik wacht vandaag nog even af tot ik een bericht heb gehad. En dan ga ik het weer proberen los te laten. Zo, voor vandaag hebben we lekker eten uit de vriezer gehaald. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is hoe mijn aanrecht er nu uitziet. Overal bakjes. Doen we regelmatig. We proberen ook qua eten vooruit te plannen. Zodat we weten wat er aan zit te komen. Maar ook om het makkelijker voor onszelf te maken. Dus bijvoorbeeld dat we een grote pan nasi maken waar we 2 dagen uit kunnen eten. Wat we over hebben, vriezen we altijd in. Dus we proberen eigenlijk vaak wat meer te maken dan dat we eten. Zodat we ook af en toe gewoon de vriezer in kunnen duiken en kunnen kijken van wat ligt er allemaal aan eten. Dan mogen de kinderen zelf wat uit de vriezer kiezen en wij ook. Dus we eten allemaal wat anders vanavond. Maar super relaxed. Ik vind het altijd een heel fijn gevoel als ik niet hoef te koken. Nou ja, zoals jullie wel kunnen raden ben ik vanmiddag niet gebeld door het UWV. De hele dag een soort van hyperalert op mijn telefoon gekeken. En constant in mijn hoofd aan het voorbereiden op wat ik moet zeggen als die arts belt. Maar ze hebben niet gebeld. Dus ik heb net 5:01 nog even gebeld. En we gaan weer een terugbelverzoek neerleggen. Prettig, wat maakt dat ik nu wel teruggebeld zou worden, zeg maar. Ja, het moet toch goed komen. Nou goed, ga je morgen weer wachten. Ik vind nogal een dingetje. Ik heb ten eerste last van het feit dat er in het verslag iets staat wat niet klopt. Ondanks dat ik het eens ben met zijn advies. Maar ik dacht, het is niet gebaseerd op waarheden als dit nu doorgespeeld wordt naar de arbeidsdeskundige. Maar ik vond het gesprek ook al niet heel erg prettig bij hem. Dus ik voel niet per se de ruimte om dit nu uitgebreid te gaan bespreken. En daarnaast, als hij dit verslag maakt, zal hij waarschijnlijk wel vinden dat het gesprek zo gelopen is als dat hij het genoteerd heeft. Dus wie ben ik dan om daar wat van te vinden? Als jullie wat horen qua geluid, er zit hier een kat van mij flink te spinnen. Even kijken of je dat kan zien. Chiki. Hey. Nee, dus wel wat stress van, merk ik. En ik weet niet of jullie dit ook herkennen. Dat je gewoon op het moment dat je wat minder belastbaar bent. Of je nou chronisch ziek bent, langdurig in de ziektewet zit, whatever. Of je dan ook zo'n hoofd hebt wat van links naar rechts gaat. Waardoor je aan de ene kant denkt, joh, tuurlijk kan ik werken, weet je. Ik kan alles aan en het lukt heus wel. En dat je op andere dagen denkt, oké, ik kan mijn gezin amper draaiende houden. Hoezo nog een baan, zeg maar. Dus ik vind het heel lastig. Nou, als je het herkent, hoor ik het graag hieronder. Laat het even weten. Ik zit zelf nu 1 jaar in de ziektewet. Vandaar ook mijn oproep bij het UWV. Maar goed, zoals ik al eerder aangaf, heb ik in de afgelopen 3 tot 4 jaar vaker in de ziektewet gezeten dan dat ik gewerkt heb. Ofwel in opbouw qua uren, zeg maar, dat ik aan het herstellen was. Of gewoon vol in de ziektewet. Dus ik vind het af en toe heel lastig om vertrouwen te hebben. Hoewel als ik het diep voel wat ik echt denk, wat ik eigenlijk, misschien hoop ik het wel, maar ik denk dat ik het ook echt voel. Is dat het echt wel goed gaat komen. Met alles waar ik nu mee bezig ben. Met alles wat ik al geprobeerd heb op mijn pad hier naartoe. Als ik zie hoe ziek ik was en waar ik nu sta. En ik geen medicatie heb gebruikt en ik toch die vooruitgang heb geboekt, dan denk ik, joh, we komen er echt wel. Ik laat jullie binnenkort in een vlog weten, vertel ik mijn lijmverhaal. Eigenlijk gewoon wat voor klachten ik heb gehad, welke ik nog steeds heb. Maar ook hoe ik aan de diagnose ben gekomen. En ik zal jullie ook laten weten wat ik tot nu toe heb geprobeerd om te helen. En wat me dus wel al vooruitgang heeft gebracht. Dus wat ik allemaal gedaan heb en wat mij heel erg geholpen heeft. Dus daar horen jullie binnenkort meer over. Doei!